بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. We gaan door met het uitleg van dit gezegend boek رياض الصالحين van de imam al-Nawawi رحمه الله تعالى. En in de vorige les hebben we een aantal ahadith behandeld in het belang. Die gaan over het belang van het vasthouden aan de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wasallam en het wegblijven van bid'ah. En vandaag gaan we het hebben over het uitnodigen naar het goede. Het uitnodigen naar het goede en hoe groot de beloning is. Allah azza wa jal zegt in de Koran, in Surat al-Furqan, vers 74. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله عز وجل zegt in de Koran, waarin hij, in een vers waarin hij de vrome aanbidders omschrijft, hij zegt: en degene die zeggen, O Allah, schenk ons van onze partners, van onze vrouwen en van onze nakomelingen قرة أعين. Qurrata a'yun betekent een lust voor het oog. Dus wanneer je kijkt naar je vrouw, of naar je man, of naar je kinderen, dat je zegt, alhamdulillah, wat ben ik toch blij met hem, wat ben ik toch blij met haar, wat ben ik toch blij met hun, met mijn kinderen. Dus Allah azza wa jal omschrijft de vrome aanbidders. En hij vertelt ook in dit vers vertelt hij ook een geheim. Namelijk waarom de mu'minin, de salihin, trouwen. Niet om uiterlijke schoonheid en niet om rijkdom en niet om afkomst of wat dan ook. Nee, zij trouwen om deze reden. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنْ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. En degene die zeggen, O Allah, schenk ons van onze partners en van onze kinderen een lust voor het oog. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. En laat ons leiders zijn van de gelovigen. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنْ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dit, barakallahu fikum, is de reden waarom een moslim trouwt. Waarom een moslim trouwt om een islamitisch gezin te creëren. Om een islamitisch gezin te kweken. Diegenen die leven op het pad van Allah azza wa jal. En zij zullen een verbetering zijn voor hun familie. En zij zullen een verbetering zijn voor de umma van Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dus wanneer een persoon niet trouwt met een broeder of een zuster met een broeder of een broeder met een zuster. Met als intentie om de islam te steunen en om de dien te steunen en om de moslimien te steunen. En de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maar hij trouwt slechts vanwege schoonheid of vanwege rijkdom of wat dan ook. Jouw huwelijk is waardeloos en alles wat je doet is waardeloos. Klopt. Je gaat een beetje genieten in deze dunya, maar je hebt niks in de dag des oordeels. En maar wanneer iemand trouwt op basis van godsvrees, op basis van taqwa, elke stap die hij of zij doet is een sadaqa, is een stap richting Allah azza wa jal. En zelfs de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, zelfs datgene wat jij in de mond van jouw vrouw stopt, een hapje eten of wat dan ook, dat is sadaqa. Barakallahu fikum. En zoals Allah azza wa jal zegt in de hadith Qudsi, O zoon van Adam, loop naar mij en ik ren naar jou. En Allah azza wa jal die vertelt over de vrome dienaren in de Koran. In Surat al-Anbiya, vers 73. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. En wij hebben van hun leiders gemaakt die leiden door middel van onze zaak, door middel van de islam. Ja Allah, wat heeft de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam toch een gebrek aan leiders die hun dragen omwille van Allah azza wa jal. Predikers die de waarheid verkondigen, niet voor eigen belang,
Mensen die niet buigen voor de fame. Mensen die niet beïnvloed raken door geld of roem of aandacht of macht of politieke onzin of wat dan ook. Maar mensen die het woord van Allah verkondigen, zuiver en schoon, al is het ten koste van zichzelf. Al moet hij zichzelf en zijn familie en zijn kinderen opofferen omwille van Allah Azza wa Jal. Kijk Ahmed ibn Hanbal, de martelingen die hij heeft doorstaan. Kijk Ibn Taymiyyah rahimahullah, gestorven in de cel. Kijk Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, gevochten omwille van Allah. Kijk Imam Malik, gemarteld omwille van een fatwa die hij gaf. Kijk de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Kijk Bilal. Kijk Khabbab. Kijk Sumayyah. Etcetera, etcetera. Maar alle zouden zij toch hun mening verkondigen. Sterker nog, het was niet hun mening. Ze zouden de waarheid verkondigen omwille van Allah. Totdat zij gedood zouden worden. Of totdat zij zouden sterven. Dit is wat de islam nodig heeft. En niet van die lafaards. En niet van die, beter gezegd, genuanceerder gezegd, zwakkelingen. Die buigen bij de eerste beste beproeving. Als je wil dat de rode loper voor je wordt uitgerold. Dan ben je niet op de juiste plek. Als het gaat om het uitnodigen naar Allah. De weg van prediking. De weg van het uitnodigen van Allah. Is geen weg waarin de rode loper voor je wordt uitgerold. Beste broeder, beste zuster, beste student van kennis, beste uitnodiger naar Allah. De weg van het uitnodigen naar het geloof is een weg vol met dorens. Maar dat maakt niks uit, want het eindpunt is Jannat al-Firdaus al-Ula. De hoogste level in het paradijs. Jannat al-Firdaus al-Ula. Ma' al-Habib al-Mustafa. Wal-Ali wa-Sahbi wa man iqtafa. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die spoort ons aan om het goede te verrichten. Zoals staat in Sahih Muslim. En hij zegt sallallahu alayhi wa sallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah, falahu ajruha, wa ajru man amila biha ba'dah, min ghayri an yanqusa min ujurihim shay'a. Degene die iets voor de mensen vernieuwt. Yani een bepaalde aanbidding die zij waren vergeten. Net als Surat al-Kahf op vrijdag lezen. Ik kan me herinneren, een jaar of 20 geleden. Bijna niemand deed dat. Maar iedereen weet nu de witte dagen en Surat al-Kahf. En dat komt door die afbeeldingen en door die Twitterberichten en de doorstuurberichten. Dus degene die het uitnodigt naar het vasten van maandag en donderdag bijvoorbeeld. Of wat voor ibadah dan ook. Die heeft de beloning hiervan. En de beloning van een ieder die dit doet, zonder dat de beloning van iemand minder wordt. Maar degene die iets slechts introduceert in de islam. Degene die mensen leert om lachgas te gebruiken. En ik hoor heel veel klachten de laatste tijd over dat mensen letterlijke hersensverlamming hebben door het gebruiken van lachgas. Mogen Allah Azza wa Jalla degene vernietigen die deze lachgas zo grootschalig verkopen aan onze jongeren en aan de moslims in het specifiek. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, degene die uitnodigt naar het slechte, die een slechte zaak introduceert in de islam, die heeft de zonde hiervan. En de zonde van iedereen die hiernaar handelt, zonder dat een zonde van een van hun minder wordt. Dus, barakallahu fikum, nodig jij uit tot het goede, jij krijgt dezelfde hasanaat als degene die dit doet. En nodig je uit naar het slechte, dan krijg je dezelfde zonde als degene die dit doet. En Allah Azza wa Jal die wil dus dat wij uitnodigen naar het goede. Hij zegt subhanahu wa ta'ala in Surat al-Qasas vers 87. Wad'u ila rabbik. Nodig uit naar jouw Heer. En hij zegt subhanahu wa ta'ala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al-hasana. Nodig uit naar de weg van jouw Heer. Met wijsheid en op een goede manier. Dus niet op een irritante manier, niet op een schreeuwerige manier, niet op een manier door te schelden, niet door te vloeken of wat dan ook, maar met wijsheid. Wijsheid betekent dat je de situatie goed weet af te wegen. Je mag boos worden omwille van Allah. Sommige mensen denken een uitnodiger naar Allah, die moet altijd glimlachen en die mag nooit boos worden. Nee, je mag boos worden. Als iedereen zinna pleegt,
Als jij letterlijk het haram voor je neus ziet, et cetera. Je mag boos worden omwille van Allah azawajal. Je mag schreeuwen omwille van Allah azawajal. De profeet sallallahu alayhi wa sallam op de minbar. De sahaba zouden soms denken van de minbar zou omvallen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zou zijn stem verheffen. En hij zou zo'n adertje tussen zijn wenkbrauwen. Zo'n ader die zou bijna willen spatten. Yani je zag duidelijk dat de aders van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Alsof hij iemand was die een leger aan het waarschuwen was. Yani als de profeet als een khutbah zou geven, dan was het alsof hij een generaal was van een leger. En niet net als die slappe hap wat wij vandaag de dag meestal zien op de minbar, op de vrijdag spreken. Wallahu al-musta'an. Dus je mag boos worden, je mag schreeuwen omwille van Allah. Dat moet soms zelfs. Maar over het algemeen is da'wa op een rustige manier, op een vredige manier, op een wijsvolle manier. Vooral bij de mensen die simpelweg niet beter weten. Sallallahu azza wa jalla zegt: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al-hasana. Nodig uit naar de weg van jouw Heer met wijsheid en met een goed woord. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: Ma kana rifqu wal-lin fi shay'in illa zanah, wa ma nuzi'a min shay'in illa shanah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: Zachtheid en vriendelijkheid, die elke zaak waarin zachtheid en vriendelijkheid wordt gebruikt, zachtheid en eigenlijk dat je ook lief bent, dat maakt elke zaak mooi. En elke zaak waarin geen zachtheid in zit en aardigheid, dat maakt elke zaak lelijk. Dus wees zacht en wees aardig tegenover elkaar. En als je daarna boos wil worden, mag altijd. Yani wanneer jij iemand op een rustige manier hebt geadviseerd, vooral wanneer het je eigen familie is, vooral je kinderen, et cetera. Eén keer op een lieve manier, doe dit en dit. Tweede keer, derde keer, vierde keer, wie het ook is van jouw familie. Na drie keer heb jij het recht om boos te worden. Maar eerst drie keer rustig en dan één keer boos afhankelijk van de situatie. Zodat niemand zegt van ja, maar waarom zo boos? Want wanneer je het drie keer zacht doet, ja, dan is het logisch dat je daarna een keertje boos kan worden. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zou alles drie keer herhalen. En Allah azza wa jal, die zegt ook in de Koran: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. En help elkaar in goedheid en in godsvrucht. Godsvrucht, godsvrees. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. En help elkaar niet in het zondige en in het overtreden van de wetten van Allah azza wa jal. Dus als iemand zelf besluit om een zonde te maken, ga daarin niet mee. Het is zijn zonde, zijn verantwoordelijkheid. Jij kan hem niet stoppen, vooral in een land als Nederland, waarin iedereen kan doen wat hij of zij wil. En je wint het niet van de wet, zo simpel is het. Maar je hoeft niet mee te doen in deze zonde. Dus binnenkort heb je kerst en Sinterklaas en weet ik veel wat allemaal. Wie wil springen en dansen, moet het zelf weten. Maar wij doen niet mee. Wij doen niet mee met deze zaken. Lakum dinukum waliyadin. Wij hebben onze religie en jullie hebben jullie religie. En Allah azza wa jalla zegt ook: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. En Allah azza wa jalla die zegt: laat een groep van jullie uitnodigen naar het goede. En zij bevelen het goede en zij verbieden het slechte. En dat zijn de winnaars. De umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die moet altijd uitnodigen naar het goede. Wallahi, er valt genoeg werk te doen. In Nederland, wij zouden juist bekend moeten staan met liefdadigheid en goedheid. En niet met criminaliteit en wat dan ook. Klopt! Een klein gedeelte van de moslims is crimineel. De meeste zijn gewoon, alhamdulillah, normaal. Maar de meeste die zwijgen ook over criminaliteit. Wallahi, als wij echte mannen waren, als wij echte moslims waren, dan zouden we elke drugsdealer of wat dan ook, we zouden hem gewoon boycotten. Diegene zegt salamu alaikum, we kijken hem niet eens aan, we lopen door. Waarom? Uit ontevredenheid van deze misdaad. En kijk, subhanallah, families genieten van drugs en van families genieten van drugsinkomsten. En van al het geld en al het weelde wat binnenkomt. En wat doen ze nu? Als ze hun niet kunnen pakken, dan ontvoeren ze hun zusjes en dan schieten ze op hun ouders en dan verrichten ze daden bij hun families. Waarom? Omdat jullie zelf drugs hebben geaccepteerd. Wallahi, als je bekend stond
dat je juist tegen drugs bent, et cetera. Zeldzaam dat het haram zou gebeuren. Al-Muhim, de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die zou bekend moeten staan om het goede. Kijk nu bijvoorbeeld, de dagen worden kort en de winters zijn koud. Waarom hebben wij geen dakloze opvang in onze moskeeën? Laat ik het eerlijk zeggen. Waarom zijn wij zo waardeloos? Je gaat naar de kerk. Daklozen kunnen daar zeker 3 dagen blijven. Ze krijgen eten, ze krijgen drinken, ze krijgen alles om koffaar te worden. En bij ons, de klaslokalen zijn leeg en er zijn genoeg vrijwilligers. En nog meer mensen die in de uitkering zitten, die toch niet heel veel te doen hebben. Die zouden makkelijk de nachtbewaking kunnen doen en de dagbewaking. En een soort van voedselbank zou kunnen oprichten om deze daklozen te voeden. En de grap is... Of tenminste, waarom je juist huilt, is dat deze daklozen vaak van ons zijn. Niet alleen ons geloof, wat genoeg is, want een moslim is gewoon de broeder van een moslim. Maar vaak zelfs van dezelfde etniciteit. Marokkaans, Turks, Afghaans of wat dan ook. En dan zie je de eigen bevolking. Gisteren was jouw vader illegaal gekomen naar Nederland. Vaak. Of je hebt iemand in de familie. Dan zou je toch ook willen dat diegene geholpen was. Wallahi, het is schandalig. Dat wij moslims thuis zitten, centrale verwarming, koffie, volautomatisch, koelkast, alles, eten, drinken, Uber iets thuis bezorgd. En onze broeders die zijn dakloos op straat. Op zijn minst zouden we in de moskeeën hun 3 dagen verwelkomen. Dat ze weten, je kan hier 3 dagen eten, drinken, kleding van de Primark of wat dan ook, kost helemaal niks. Maar we laten hun gaan, op straat laten we hun slapen, we trappen hun zelfs uit de moskee en dan gaan ze naar de kerk en de kerk accepteert hun wel en dan beweren wij dat wij op al-haq zijn. Hayhaat, hayhaat, dit is niet de islam waarmee Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is gekomen. En ik weet dat er veel misbruik wordt gemaakt door bepaalde daklozen of illegale of wat dan ook. Maar met een strenge handhaving en een streng beleid en een duidelijke veertel van deze is schoon en die andere die is verslaafd of wat dan ook. Wallahi, dan zouden we veel goedheid doen. Wallahu musta'an. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Al-Muhim, de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt, zoals staat in Sahih Muslim, man dalla ala khayrin falahu mithlu ajri fa'ilih. Degene die uitnodigt naar het goede, die heeft dezelfde beloning als iemand die dit doet. Dus nodig uit naar het goede, naar het aanbidding. Zie je iemand die hulp nodig heeft, praat in je netwerk. Kom, zullen we diegene sadaqa geven of wat dan ook? Zullen we diegene onderhouden? Zullen we diegene sponsoren? Wallahi, wanneer iemand een sadaqa geeft door jou, jij hebt dezelfde beloning. Bi'idnillahi ta'ala. En de ahadith hierover zijn echt niet normaal. Veel. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt in een andere hadith. Hij zegt zoals staat in Bukhari en Muslim. Men jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Wa men khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khayrin faqad ghaza. Degene die een strijder klaarmaakt omwille van Allah, die heeft ook gestreden. En degene die een strijder, de familie van een strijder verzorgt, die heeft ook gestreden. Dus strijder zijn volgens de geleerden op 2 vormen. Je hebt iemand die echt gaat vechten in het leger. Hè? En in de islam, een oorlog is niet een doel op zich, maar een middel. Tegenwoordig is dat het ministerie van Defensie en de overheid die regelt dat. Maar vroeger in het begin van de islam was er gewoon weinig geld, et cetera. En toen werden de soldaten ook gefinancierd gewoon door rijke moslims of moslims die weinig hadden. Die zouden dan 1 soldaat bijvoorbeeld financieren. Uthman radiyallahu anhu, die heeft een heel leger in zijn eentje gefinancierd. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, men jahaza jaysh al-usrah falahu al-jannah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, wie dit leger klaarstoomt en betaalt en alles regelt voor dit leger, die krijgt het paradijs. En toen zei Uthman, ana ya rasulallah, ik al boodschapper van Allah. Dus een strijder is 2 categorieën. De eerste is een soldaat. Hè? Tegenwoordig is dat ondergebracht in het ministerie van Defensie van elk land. Het zijn dus geen maffia clans of terroristische groeperingen of wat voor onzin dan ook. Die juist de islam breken en niet de islam helpen. Dus de eerste categorie is een strijder. De tweede categorie is een student van kennis.
degene die een student van kennis, die bijvoorbeeld in Medina is gaan studeren of wat dan ook, sponsort. Dat is ook iemand alsof hij heeft gestudeerd en alsof hij heeft gestreden. En ik kan dit nu zeggen omdat ik nu terug ben uit Medina, walillahi alhamd, ik leef nu in Nederland. Maar er zijn nog steeds heel veel broeders die het zwaar hebben. Er zijn bijvoorbeeld broeders die bekeerd zijn. En ze komen uit een gescheurd gezin. Ze zijn bijvoorbeeld kinderen van zina. Ze kennen hun vader niet. Ze hebben geen vader, die hebben ze nooit gekend. En ze hebben alleen een moeder. En hun moeder was arm. Zoals een broeder uit Haiti, die ik heb leren kennen. En hij vertelde me zijn verhaal. Dat zijn moeder uit Haiti is gevlucht naar de Amazone. En uiteindelijk heeft ze hem gebaard op Frans grondgebied. Zodat hij de Franse paspoort zou kunnen krijgen. Zijn moeder heeft echt gestreden. En uiteindelijk is hij opgegroeid in Frankrijk. En is hij bekeerd. En nu zit hij in Medina. En zo iemand heeft niemand. Als je zo iemand sponsort omwille van Allah. Dan is het alsof je zelf ook hebt gestreden. Alsof je zelf hebt gestudeerd. Omwille van Allah. Azzawajal. Dus kijk naar elkaar om. En sponsor elkaar. Barakallahu fikum. Zien jullie een jongen in je familie, in je buurt. Je ziet diegene is pinter, hij is slim. Echt niveau gymnasium of wat dan ook. Je ziet gewoon deze man zou chirurg kunnen worden, wat dan ook. En je ziet ook goede akhlaq. Waarom zouden we zo iemand niet sponsoren met z'n allen. En hem sturen om de islam te studeren. Zodat hij terugkomt na 5 jaar, na 6 jaar, na 10 jaar. Als islamitisch docent. En zodat hij juist onze kinderen weer de Koran en de Arabische taal zou kunnen leren. Wallahi, de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft dit nodig. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die heeft het ook vaak gehad over nasiha, over het adviseren van elkaar. En hij zei sallallahu alayhi wa sallam, zoals staat in Sahih Muslim, ad-dinun nasiha, religie is advies. Qulna liman ya Rasulallah. De sahaba zeiden, wie moeten we adviseren, o boodschapper van Allah? En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, Allah en zijn profeet en de leiders van de moslims en de algemene moslims. En nasiha heeft twee betekenissen. De eerste betekenis is, zoals ik zei, adviseren. En de tweede betekenis is oprechtheid. En zonder twijfel kan je niet adviseren als je niet oprecht bent. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, de hele religie is advies. Of, om het makkelijker uit te leggen, de hele religie is oprechtheid. En de sahaba die zeiden, tegenover wie? O boodschapper van Allah. En Allah azawajal, en de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, oprechtheid tegenover Allah, tegenover de Koran, tegenover zijn profeet, tegenover de leiders van de moslims en tegenover de algemene moslim. De algemene moslimgemeenschap. Een moslim is oprecht in zijn uitspraken. Oprecht in zijn daden. Moslim heeft geen trucjes. Een moslim heeft geen tenawis of wat dan ook tegenover zijn eigen moslimmensen. Nee, je bent oprecht in je nasiha. Je draait er niet omheen. Je liegt niet. Je laat je broeder niet in de val lopen. Maar je adviseert elkaar omwille van Allah azawajal. Waarom? Wij hebben elkaar nodig. Wij moeten elkaar omhoog trekken. Want op één hand kan je niet klappen. Om te klappen heb je 2 handen nodig. Barakallahu fikum. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala die zegt, de moslims die zijn net als 2 handen. Als jij viezigheid hebt op 1 hand, heb jij die andere hand nodig om de viezigheid er vanaf te schrobben. Zo zijn de moslims van elkaar, voor elkaar. En zo waren de profeten. Allah azza wa jal zegt in de Koran, innama al-mu'minuna ikhwah. Voorwaar de broeders, voorwaar slechts de gelovigen zijn broeders. En Allah azza wa jal zegt over de profeet Hud alayhi salam, wa ana lakum nasihun amin. De profeet Hud die zei, ik ben een betrouwbare adviseur. En ook de Mohammed sallallahu alayhi salam die stond bekend als de sadiqul amin. De betrouwbare en de waarheidsprekende. De profeet sallallahu alayhi salam die zegt, zoals staat in Bukhari en Muslim, via de hadith van Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Hij zei dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Niemand van jullie die gelooft daadwerkelijk totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst. Totdat hij voor zijn broeder lief heeft wat hij voor zichzelf lief heeft. Of zijn zuster natuurlijk. Of zijn zuster natuurlijk en vooral zusters onder elkaar. Dus jouw geloof is niet compleet
totdat jij je broeder net zoveel gunt als dat jij jezelf gunt. Als jij eerst voor jezelf zou kiezen, dan pas voor een ander, dat mag, dat kan. Maar jouw geloof is niet compleet. Er is gewoon een minpunt en dat is dat je anderen niet gunt. En net zoveel als dat je jezelf gunt. Je gunt ze misschien wel wat, maar je gunt ze niet net zoveel als jezelf. En weet, des te meer jij iemand gunt, des te meer Allah Azza wa Jal jou gunt. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Maar de meeste mensen die weten niet. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei ook zoals staat in Sahih Muslim. مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Degene die van jullie onrecht ziet, degene die van jullie iets haram ziet, laat hem dit veranderen met zijn hand. En als hij dat niet kan, dan met zijn tong. En als hij dat niet kan, dan met zijn hart. En dat is het minimale van, of dat is de zwakste vorm van het geloof. Dus degene die onrecht ziet, die zou dit moeten veranderen met zijn hand. En dat is bijvoorbeeld voor de regeringsleiders. De regeringsleiders die kunnen, of die moeten zelfs, strafbare zaken, illegale zaken, onrechtmatige zaken veranderen. Desnoods met geweld. En daarom heb je de politie en daarom heb je het leger en daarom heb je bepaalde instanties die legaal geweld mogen gebruiken. Als dat niet kan, net als de normale burger, فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. Je bent niet in staat om geweld te gebruiken. Als jij geweld gebruikt in Nederland en het is geen noodweer, dan ben je zelf de pineut. Dus jij bent niet in staat om geweld te gebruiken. Als je dat niet kan, zegt de profeet Sassam, dan met jouw tong. Gewoon kritiek leveren door middel van jouw tong. Tuurlijk krijg je dan bagger over je heen, maar dat maakt niks uit. Het is omwille van Allah Azza wa Jal. Als je ook niet kan bekritiseren met je tong, simpelweg omdat je bang bent dat diegene jou gaat slaan of wat dan ook, dan zegt de profeet Sassam, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. En als hij niet kan, met zijn hart. En dat is de zwakste van het geloof. Dus het minimale voor een moslim is dat jij al-haram moet haten. Al zou je het zelf doen. Je moet al-haram haten. Barakallahu fikum. Dat is echt het minste van het geloof. Barakallahu fikum. Dus een moslim die bekritiseert en die verandert zover hij kan, barakallahu fikum. Stel voor, we zijn stil. We zien al haram om ons heen, et cetera, et cetera. En we zeggen nooit wat. Wat gebeurt er dan? De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, die zegt dat wanneer wij het goede niet bevelen en het slechte niet verbieden, dan zijn wij net als een volk die in een schip zitten. Net als een volk die op een schip zitten, maar dit schip heeft twee verdiepingen. En degene die in de benedenverdieping waren, die in de onderverdieping waren, die waren dus eigenlijk gaten. Die als hun water wouden, moesten ze helemaal naar boven. En dan moesten ze natuurlijk water pakken uit de zee. Want hun waren beneden in het schip, dus ze moeten helemaal naar boven om water te pakken uit de zee. En toen zeiden ze van, ja, we kunnen toch beter een gat maken in het schip. En dan halen we gelijk water van beneden. Dan hoeven we niet helemaal naar boven. Maar wat gebeurt er wanneer je een gat maakt in de schip? Ja, dan zinkt het schip. Dus de profeet Sassam zegt, als degene boven hun adviseren, als degene die boven zijn hun niet begeleiden, dan zullen ze allemaal verdrinken. En als degene hun wel begeleiden en adviseren, dan zullen ze allemaal gered worden. Dus wij, de umma van Mohammed Sassam, die zijn net als één schip. Maar deze schip heeft twee verdiepingen. De mensen van het halal, die zitten op de bovenste verdieping. En de mensen van het haram, die zitten op de onderste verdieping en die zijn gaten aan het maken in het schip. Als wij hun begeleiden, als wij hun tegenhouden, dan zullen we allemaal gered zijn, bi'idnillah. Gaan we ze laten, dan zullen we allemaal verdrinken, bi'idnillah, azza wa jal. En de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, die zei, zoals staat in Sahih Muslim, innahu yusta'malu alaykum umara. Jullie zullen... Bepaalde leiders zullen de baas over jullie zijn. Ja, niet onrechtvaardige leiders. فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ. Bepaalde zaken zullen jullie kennen van de islam. En bepaalde zaken zullen jullie ontkennen. فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ. De profeet Sassam die zegt, degene die dat haat, wat die leider onrechtvaardig doet, die is vrij van zonde.
ومن أنكر فقد سلم. En degene die bekritiseert, die is veilig. Yani die is beter dan degene die alleen met zijn hart houdt. ولكن من رضي وتابع. Maar degene die tevreden is en die de regeringsleider volgt. Oftewel volgt in deze zonde. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم. Ze zeiden, o boodschapper van Allah, zullen we gewoon niet vechten tegen deze onrechtvaardige regeringsleider? Zullen we gewoon niet in opstand komen, rellen, rebellen of wat dan ook? En toen zei de profeet, sallallahu alaihi wasallam, la ma aqamu fikum salah. Nee, zolang zij jullie het gebed laten verrichten. Duidelijke ahadith van de profeet, sallallahu alaihi wasallam. Zolang de leider jou laat bidden, dan mag je niet in opstand komen. Maar de zonde die haten wij. Niemand is tevreden wanneer Beyoncé komt zingen in Marokko of in Saudi-Arabië, Jay-Z of weet ik veel welke kafir billah dan ook. Niemand is tevreden. Maar de profeet sallam die zegt, wanneer jij haat met jouw hart, dan ben jij vrij van zonde. En wanneer jij bekritiseert, dan ben jij veilig. Hoe moet je bekritiseren? Dit is uitgelegd door de profeet sallam in een andere hadith. Die Hassan is verklaard door de Sheikh al-Albani. Hij zegt sallallahu alayhi wa sallam. Men kanat lahu nasiha lidhi sultan. Fala yubdihi alaniya wal ya'khud biyadih. Fa in qabila fadaak wa illa faqad addallabi alayh. De profeet sallam zegt, degene die een advies heeft voor een regeringsleider, laat hem dit niet openbaar doen. Maar laat hem bij zijn hand pakken. Als hij accepteert, alhamdulillah. Accepteert hij niet, dan heb jij je verplichting gedaan. En dat betekent de hadith van de profeet sallam zoals staat in Sahih Muslim. وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمْ. En degene die kritiek levert, die is veilig. وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعْ. Wie is zondig? Degene die tevreden is en die volgt. Yani diegene die in Mawazin gaan dansen of weet ik veel, in wat voor festival dan ook in islamitische landen. Dat zijn degene die echt zondig zijn. En met degene die thuis zit en hij zegt, la hawla wa la quwwata illa billah, dit zou niet moeten gebeuren in een islamitisch land. Galas, diegene is veilig van zonde, barakallahu fikum. Allah zegt dat jij veilig bent van zonde. Wat wil je nog meer? Ben je in staat om te adviseren? Adviseer, jazakallah khair. Schrijf een brief, vraag om een afspraak of wat dan ook. Met alle respect, sommige mensen hebben gewoon macht. Sommige mensen die komen echt van elitaire families of wat dan ook. En die zijn een burgemeester of een zoon van een burgemeester. Of zijn vader was een minister of wat dan ook. Die komt gewoon bij bepaalde grote prinsen of zelfs bij de koning of wat dan ook. Diegene zou moeten adviseren. Maar dat adviseren doe je dan privé. En maar wat je vandaag de dag ziet. Schreeuwen, demonstraties, etc. Allereerst, al zou de intentie goed zijn, al zou de bedoeling goed zijn, dan nog komen er duistere machten gebruik maken van deze demonstraties. Zoals we hebben gezien bij Hirak Lief. Zoals we hebben gezien bij onze Rifijnse broeders. Yani wanneer zij vragen om een ziekenhuis of wat dan ook. Yani die koning van Marokko, die zei zelf, dit zijn terechte verzoeken. Maar wat is het probleem in die demonstraties? Dat er bepaalde Spanjaarden en bepaalde kuffar en bepaalde mujrimien, die gingen infiltreren in de rijen van de moslims. En die probeerden ons land, in dit geval Marokko, kapot te maken. Dus wanneer wij openlijk bekritiseren, openlijk demonstreren en nog erger openlijk rebelleren, al zou de intentie goed zijn, dan nog is het een slechte zaak. Want je ziet gewoon dat bepaalde kuffar een verdeel- en heersstrategie toepassen, waardoor het slecht ging met de moslims, maar na die opstand gaat het nog slechter. Kijk bijvoorbeeld Libië. Libië hadden ze bijna verdeeld in 3 landen. 1 land rechts, en 1 land links en 1 land in het zuiden. Kijk, Soedan. Soedan bestaat uit 2 landen. Bestaat nu uit Noord-Soedan, of tenminste wat ze normaal Soedan noemen, en Zuid-Soedan. Kijk, Somalië. Je hebt Somalië, je hebt Somaliland, je hebt Eritrea, je hebt Ethiopië, je hebt Djibouti, et cetera. Het is allemaal 1 land. Maar door fitna worden zij verdeeld. Dus al zou de intentie goed zijn, dan is het geen verstandige zaak, omdat de vijanden kunnen doorbreien op deze onrust die gebeurt. En het kan nooit een goede zaak zijn, want het gaat tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam en tegen zijn wil en tegen de sunnah en daarmee tegen de wil van Allah azza wa jal. Wat is de oplossing dan? Misschien dat iemand zegt, ja, maar wat is de oplossing? De
De oplossing, ja Abdallah, de oplossing, ja Amat Allah, is een lange termijn visie. De oplossing is het oprichten van scholen, is het oprichten van voedselbanken, is het oprichten van ziekenhuizen, is het creëren van een vangnet voor de moslims en voor de mensheid, iedereen, moslim of kafir. En dan zullen de mensen de schoonheid van de islam kennen. En dan vormen wij in onze islamitische landen zo'n grote deel van de samenleving dat welke machthebber dan ook rekening zou moeten houden met dit gedeelte van de samenleving. Dit is de weg van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Walakinna aktharun nasi la yafqahoon. Maar de meeste mensen die begrijpen niet. In het Bukhari en Muslim staat dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam een keer bij zijn vrouw Zainab, of bij Zainab bint Jahsh radiyallahu anha, angstig naar binnen ging. En toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, La ilaha illallah, waylun lil arabi min sharrin qad iqtarab, futiha al-yawm min radmi ya'juj wa ma'juj, mithlu hada. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, La ilaha illallah, wee voor de Arabieren, waylun voor de Arabieren, van een kwaad wat dichtbij is gekomen. Vandaag is er van de muur van ya'juj en ma'juj, is er een beetje open gegaan en hij deed zijn wijsvinger tegen zijn duim. Yani hij maakte een cirkel, zoveel was open van de muur die Ya'juj en Ma'juj tegenhield. En toen zei Zainab radiyallahu anha, en hier gaat het om, ze zei, Ya Rasulallah, anahliku wa fina salihun? Ya Rasulallah, worden wij vernietigd terwijl er goede mensen onder ons zijn? Qala na'am, idha kathura al-khabath. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, ja, wanneer er veel viezigheid is. Dus wanneer er veel viezigheid is in de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dan lopen we het risico om allemaal vernietigd te worden. En in andere hadith, in Bukhari en Muslim, zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Iyakum wal julusa fit turuqat. Pas op voor het zitten aan de wegen. En die irritante mannen vandaag de dag die je ziet op de hoek van de straat, et cetera. En dan zijn ze ook nog eens onrespectvol. En dat maakt ze irritant. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gewaarschuwd voor hangjongeren of hangouderen of wat dan ook. Toen zeiden de sahaba, Ya Rasulallah, ma lana min majalisina budd. O boodschapper van Allah, we moeten wel. We moeten ergens gaan zitten. Natahaddathu fiha. Dan gaan we daarin praten. Yani, we moeten wel ergens zitten. En toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسِ. Als jullie per se gaan zitten, langs de wegen, فَأَعْتُ الطَّرِيقَ حَقَّهِ. Geef dan de weg zijn recht. Yani wanneer je een terrasje gaat pakken in de islam, beste broeder, dan zijn daar regels aan verbonden. Wanneer je ergens gaat zitten, koffie drinken, thee drinken, dan zijn daar regels aan verbonden in de islam. De sahaba die zeiden, وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. En wat is het recht van de weg, o boodschapper van Allah? En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, غَضُّ الْبَصَرِ, je blik neerslaan. وَكَفُّ الْأَدَى, en niemand lastigvallen. وَرَدُّ السَّلَامِ, en de salam teruggeven. وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ, het goede bevelen. وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ, en het slechte verbieden. Allahu Akbar. In de islam, de eerste wat je moet doen, wanneer je toch langs de weg gaat zitten, zoals vandaag de dag gebeurt in de terrasjes, etc. Je moet je ogen neerslaan. Hoeveel mensen zitten wel niet in die Marokkaanse winkelstraat, etc. En ze kijken hun ogen uit, wal'iyadu billah. Vooral van die vieze oude mannen die kijken naar vrouwen die hun dochters wel konden zijn, wal'iyadu billah. Of nog erger, hun kleindochters. In de islam is dit een zonde. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei ook, wakafu al-adha. Niemand lastigvallen. وَرَدُّ السَّلَامِ, salam teruggeven wanneer iemand zegt salam alaikum. وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ, goede bevelen. Dus wanneer je ziet bijvoorbeeld jongeren schelden iemand uit of wat dan ook, dan zeg je hshuma, hshuma, ma'ajus, haram. Soms wanneer je zit in een restaurant tegenover een middelbare school, hoor je bepaalde vloekwoorden en verwensingen en je hoort ze schelden met bepaalde ziektes of wat dan ook. Wanneer jij zit in dat terras, dan moet je zeggen tegen een jongen, goya, hshuma, let op je tong, let op je woorden. Barakallahu fiek. Wa nahyu anil munkar. En het slechte zou je moeten verbieden.
En weinigen van ons die kunnen dat. Barakallahu fikum. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zou volop adviseren. Zoals staat in Sahih Muslim. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zag een keertje een man. En hij had een gouden ring. Gouden ring is toegestaan voor een vrouw, niet voor een man. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die pakte het. En hij gooide het weg. En hij zei, sommigen van jullie die pakken een kool uit het helle vuur. En die plaatsen dit in hun hand. En toen zei een man, toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam wegging, zei een man tegen diegene van, pak je ring en verkoop hem. Pak je ring en je kan er iets anders mee doen. En hij zei, nee wallah, ik pak het niet. Terwijl de profeet sallallahu alayhi wa sallam, of ik pak het nooit meer. Terwijl de profeet sallallahu alayhi wa sallam dit heeft weggegooid. Wallahi, de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei zoals staat in de Tirmidhi. En sahih is verklaard door al-Albani rahimahullah. Als jullie het goede niet bevelen en het slechte niet meer verbieden, dan stuurt Allah bijna een bestraffing op jullie. En daarna zullen jullie dua verrichten. En de dua wordt niet verhoord. Dus een van de redenen, beste broeders en zusters, waarom onze ad'iyah niet worden verhoord, is omdat we bijvoorbeeld het goede niet bevelen en het slechte niet verbieden. Kort gezegd, onze harten zijn dan dood. Wal-iyadu billah. En de profeet sallam die zei zoals staat in Sunan Abi Dawood, aan Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Hij zei dat de profeet sallam heeft gezegd, afdalul jihad kalimatu haqqin. Of kalimatu adlin inda sultan jair. De beste vorm van strijd is het zeggen van een woord van waarheid bij een onrechtvaardige sultan. Bij een onrechtvaardige leider. Dus wanneer je tegenover hem staat. Niet wanneer je veilig op je toetsenbord de toetsenbord mujahid kan uithangen. Nee, wanneer je tegenover zijn gezicht staat, dan zeg je van, dit doet u verkeerd. Dit zouden we beter moeten doen. Ja, als je dat durft. Dit is de beste vorm van strijd. En niet op afstand via fake accounts of wat dan ook. Dat zijn van die accounts, je weet niet wie erachter zit. Een moslim of een kafir of een munafiq of wat dan ook. En vaak hebben we gezien dat het munafiqin zijn. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei ook in een andere hadith, Sayyidu shuhada'i hamzah wa rajul inda di sultan fa'amarahu wa nahah fa'qatalah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, de leider of de meester van de martelaren, dat is Hamza. Hamza ibn Abdul Muttalib, radiyallahu anhu, Asadullah, de leeuw van Allah. Hij is de leider van de martelaren. En een man bij een onrechtvaardige leider. Hij beveelt hem en hij verbiedt hem, waarna deze leider hem vermoordt vanwege dit advies. Dus dit is een grote aanbidding van Allah azawajal, maar in het gezicht van een leider. En niet op duizenden kilometers afstand. Barakallahu fikum. Dus snap dit verschil. Wallahu ta'ala a'lam. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zei ook, inna nasa idha ra'aw zalim falam ya'khudu ala yadayh awshaka an ya'ummahumullah bi'iqabin minh. Als de mensen, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zei, als de mensen de onrechtvaardige persoon zien en zij adviseren hem niet en zij begeleiden hem niet en zij stoppen hem niet, dan stuurt Allah bijna een bestraffing op hem af. Wal-iyadu billah. En ook, beste broeder of beste zuster die wil adviseren, Allah azza wa jal heeft ons ook gewaarschuwd tegen iets heel belangrijks. Pas op dat jij gaat adviseren terwijl je zelf die aanbiddingen niet doet. Allah Azza wa Jal zegt, Ya ayyuhalladina amanu, lima taquluna ma la taf'aloon, kabura maqtan inda Allah, an taqulu ma la taf'aloon. Allah Azza wa Jal zegt, O jullie die gelovigen, O jullie die geloven, waarom doen jullie of zeggen jullie zaken terwijl jullie ze zelf niet doen? En de profeten, net als Shu'aib alayhi salam, die zou zeggen zoals staat in Surat Hud, وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ. En ik wil jullie ook niet tegengaan in datgene wat ik jullie verbied. Yani, je kan niet zeggen tegen iemand niet roken terwijl je zelf rookt. Je komt heel ongelovig over. En dit soort mensen die krijgen een zware bestraffing in het helle vuur. Vooral de geleerden die uitnodigen naar het goede
en zelf van binnen slecht zijn. Wal'iyadu billah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei zoals staat in Bukhari en Muslim. Yu'ta birrajuli yawm al-qiyamah. Op de dag des oordeels wordt er een man gebracht. Fayulqa finnaar. Hij wordt in het hele vuur gegooid. Fatandaliqu aqtabu batnih. En de organen in zijn maag die gaan eruit. Fayaduru biha kama yaduru al-himaru fi ar-raha. En hij zal er omheen lopen. Hij zal er omheen draaien. Net als hoe een ezel draait om een maalsteen. Hebben jullie ooit gezien in Marokko hoe olijfolie wordt geperst? Of tarwe of wat dan ook wordt verwerkt? Kijk maar op YouTube hoe olijven worden geperst op de klassieke manier. Dan zetten ze olijven in zo'n hutje. En dan hebben ze een maalsteen. En dan is er zo'n ezel die draait om die maalsteen met een soort van balk bevestigd op zijn rug. En dan scheppen ze steeds die olijven onder die steen, zodat die gemalen wordt. En dan pakken ze alles en dan zetten ze het in een pers. En dan persen ze die olijven en dan wordt het olijfolie. En mohim, het gaat om die maalsteen. Het gaat om die maalsteen. Een man wordt gegooid in het hele vuur en hij zal dan draaien. Draaien om zijn eigen organen, net als hoe een ezel draait om de maalsteen. En dan zullen fayajtami'u ilayhi ahlun nar. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, en dan zullen de mensen van het hele vuur om hem heen gaan staan. Fayaquluna ya fulan, malak. En dan zegt ze tegen hem, aflan, wat is er met jou aan de hand? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. En dan zeggen ze, zou jij niet het goede bevelen? Zou jij ons niet het goede bevelen en het slechte verbieden? En die eigenlijk zeggen die mensen van Jahannam tegen hem, wat doe jij hier met ons in Jahannam? Jij was toch juist goed bezig? En dan zegt hij, bala kuntu amuru bil ma'ruf wa la atih wa anha 'anil munkar wa atih. Hij zei, jawel, maar ik beveelde het goede en ik zou zelf het goede niet doen. En ik zou mensen verbieden om het slechte te verrichten. En ik zou zelf het slechte verrichten. Wal'iyadu billah. Dus deze hadith is een waarschuwing voor elke geleerde. Voor elke student van kennis. Voor elke adviseur. Een waarschuwing om het goede ook zelf te doen. En het slechte ook te vermijden. En anders is de bestraffing groot bij Allah Azza wa Jal. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei ook. Zoals staat in het Bukhari en Muslim. In het belang in deze hoofdstuk gaat over het bewaren van de amana. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei. Ayatul munafiqi thalath. Iza haddatha kadab. Wa iza wa'ada akhlaf. Wa iza wa'ada akhlaf. Wa iza tumina khan. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei. De tekenen van een hypocriet die zijn drie. De tekenen van een hypocriet, die zijn drie. Wanneer hij praat, dan liegt hij. En wanneer hij belooft, dan komt hij zijn beloftes niet na. En wanneer je hem een amana geeft, wanneer je hem iets in vertrouwen geeft, dan bedriegt hij jou. Dan geeft hij jou deze amana niet terug. Dit zijn de tekenen van een hypocriet. En in een andere riwaya, in Sahih Muslim, zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمْ. Ook al bidt hij en vast hij en beweert hij dat hij een moslim is. Als iemand een leugenaar is en hij komt zijn afspraken niet na. En als je hem 1000 euro geeft of 10.000 euro. Waarmee zie je die 1000 euro of 10.000 euro terug? Dan weet je dat diegene een munafiq is. Wal'iyadu billah. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft het vaak gehad over amana. En ook Allah in de Koran. Allah zegt in surat An-Nisa vers 58. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah beveelt jullie om de amana te geven aan de mensen van de amana. Amana is dat je iets krijgt om te bewaren. Of het nou geld is, of het nou een product is, of het nou een auto is, of wat dan ook. Of een fiets, of wat dan ook. Al is het een boek, al is het een schrift, al is het een pen. Dan zou je deze amana moeten teruggeven. En dat is een van de tekenen van het uur. Namelijk dat er heel weinig amana zal zijn. Wal'iyadu billah. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam
die vertelt ons in een andere hadith over de dag des oordeels. En hij zegt, sallallahu alayhi wa sallam, bi abi huwa wa ummi, hij zegt, op de dag des oordeels, dan zal Allah alle mensen verzamelen. En dan staan de gelovigen op en dan zijn zij bij het paradijs. Dan zijn zij bij de deur van het paradijs. En dan zeggen ze tegen onze vader Adam alayhi salam, ja abana, istaftih lana al-jannah. O onze vader, maak het paradijs voor ons open. Vraag aan Allah om het paradijs voor ons te openen. En dan zegt Adam alayhi salam, en de hadith die staat in Sahih Muslim. Dan zegt Adam alayhi salam, وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ. Hij zei, wat heeft jullie uit het paradijs gebracht? Behalve de zonde van jullie vader. Namelijk dat Adam alayhi salam had gegeten van de boom. لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ. Ik ben niet degene die hier geschikt voor is. اِذْهَبُوا إِلَىٰ إِبْنِي إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ. Ga naar mijn zoon, Ibrahim, de boezemvriend van Allah. We zijn allemaal zonen van Adam alayhi salam. En dan zegt Ibrahim, فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءِ وَرَاءِ اِعْمَدُوا إِلَىٰ مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ تَكْلِيمًا. Hij zei, nee, ik ben hier niet geschikt voor. Ga naar Musa, degene die heeft gesproken met Allah. En dan gaan zij naar Musa en dan zegt hij, لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ. Ik ben hier niet geschikt voor. Ga naar Isa, كَلِمَةُ اللَّهِ, het woord van Allah. En dan zegt Isa, لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ. Ik ben hier niet geschikt voor. فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا sallallahu alayhi wa sallam. En dan komen ze naar Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فَيَقُومُ فَيُؤْذَنُ لَهُ. Dan staat hij op en dan krijgt hij toestemming sallallahu alayhi wa sallam. وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِيمُ. En op dat moment komt de amana en de bloedbanden. Die komen ook. فَيَقُومَانِ جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا. Ze staan aan de kanten van de brug, rechts en links. As-sirat is wat je elke dag leest in Surat al-Fatiha. اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ. As-sirat is een soort van brug die over Jahannam heen gaat. فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ. De profeet Hassan zegt, de eerste van jullie die gaat als bliksem, die gaat supersnel over de brug heen naar al-Jannah. Die gaat als supersnel, net als een bliksem zicht, gaat hij naar al-Jannah. En de profeet sallam die staat dan bij de sirat en hij zegt, Rabbi sallim sallim, oh Allah, veiligheid, veiligheid. En dan blijft iemand zijn best doen, en dan blijft iemand zijn best doen. En sommigen die zullen echt hangen aan de brug. Sommigen die zeggen echt, zullen echt hangen aan de brug. Maar het gaat erom dat al-amana en de bloedbanden, degene die goed was in het bewaren van al-amana en degene die goed was in het onderhouden van zijn familiebanden, dat zal hem wallahi helpen op die dag. En een van de voorwaarden dat iemand een profeet kon zijn, is dat diegene zeer betrouwbaar was. Daartegenover staat onrecht. Allah azza wa jal die waarschuwt tegen onrecht. Wat zijn er toch veel valse, onrechtvaardige mensen vandaag de dag. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, ittaqu dhulm, fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Pas op voor onrecht, want onrecht is duisternissen op de dag des oordeels. Wallah, als je onrechtvaardig bent geweest tegenover iemand, je gaat hem voelen op de dag des oordeels, als je niet om vergiffenis hebt gevraagd in deze dunya. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei ook in dezelfde hadith, en de hadith staat in Sahih Muslim, wattaqu shuh, en pas op voor gierigheid. Voor extreme gierigheid. فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Want deze extreme gierigheid heeft degene voor jullie vernietigd. حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ. Dat was een reden dat zij hun bloed hebben verspild en dat zij hun families hebben vermoord. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. En Allah Azza wa Jal die zegt in de Koran, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعٍ. De onrechtvaardigers die zullen op de dag des oordeels dus, de onrechtvaardigers die zullen geen vriend hebben. En die zullen ook niemand hebben die voorspraak voor hun zal doen. Yani in de zin van dat deze voorspraak, deze shafa'a wordt geaccepteerd. En Allah Azza wa Jal zegt in Surat al-Shura vers 8, وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. En de onrechtvaardigers die hebben geen vriend en ook geen helper. En hoe vaak
zegt Allah Azza wa Jal wel niet in de Koran. Ala la'natullahi ala al-zalimin. Mogen de vervloeking van Allah zijn op de onrechtvaardigers. Dus pas op voor onrecht. Pas op dat je verkeerd praat over iemand. Of dat je het geld steelt van iemand of wat dan ook. Want wallahi, je zal het terug moeten betalen op de dag des oordeels. Op een dag waarin valuta niet goud of zilver of euro zijn. Maar de valuta's die zijn hasanat of sayyiat. Wal-iyadu billah. En als je toch iemand onrecht hebt aangedaan. Niemand is perfect. Zorg ervoor dat je het vandaag de dag regelt. Door om vergiffenis te vragen. En als hij je niet wil vergeven. Haal een cadeau of wat dan ook. Wallahi, de geleerden die zeiden al betaal je een schadevergoeding. Als zou je diegene net zo lang geld geven totdat hij je vergeeft. Wallahi, dan zou je daar blij mee zijn op de dag des oordeels. Dus adviseer elkaar omwille van Allah. En gun een ander wat jij jezelf gunt. Dan pas ben jij een echte moslim. En adviseer elkaar omwille van Allah. En als je op een terras zit of wat dan ook. Sla je blik neer. En pas op voor onrecht. En pas helemaal op voor het prediken van iets. Terwijl je het zelf niet doet. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. Wallahu ta'ala a'lam.